frisse neus halen. Ja, forget it. De Limburgse buitenlucht inademen staat gelijk aan het meeroken van 4 tot 5 sigaretten per dag. Boosdoener, fijnstof en ultrafijnstof. En daarvan hebben we heel veel in Limburg, misschien wel iets te veel. Daarom zijn wij de eerste provincie in ons land die speciale meetstations krijgen voor het meten van deze ultrafijnstof. En nu is de vraag, wat is dat precies en waarom is het zo gevaarlijk voor onze gezondheid? Dat leg ik je uit in deze video. We leven hier in Limburg gemiddeld 329 dagen korter door luchtverontreiniging. 1 op de 7 mensen met longkanker heeft dat hier door de vieze lucht. En 1 op de 5 kinderen met astma heeft dat door fijnstof. Dus ook al zijn deze deeltjes superklein, ze zijn niet geheel onschuldig. Die allerkleinste deeltjes die komen het diepst in de longen. En daar maken ze dat cellen gewoon stuk gaan. Cellen die stuk gaan. Dat klinkt niet goed. Maar om te weten wat er precies in je lijf gebeurt, moeten we je wel uitleggen waar we het over hebben. Fijnstof is een verzamelnaam voor hele kleine deeltjes die in de lucht zweven. Het is luchtverontreiniging. Maar fijnstof kan van alles zijn. Soms komt het uit de natuur, zoals stuifmeel van bloemen of sporen van schimmels. En zelfs het zout uit de zee is fijnstof. Maar ongeveer 3/4 van al het fijnstof komt van menselijk handelen. Kolencentrales, uitlaatgassen en als je rent met de auto, komen er minuscule stukjes rubber in de lucht terecht. In deze video heb ik het vooral over fijnstof en ultrafijnstof. En dat is een belangrijk verschil. Let op. Afhankelijk van de deeltjesgrootte wordt fijnstof uitgedrukt in PM10 en PM2,5. PM staat voor Particulate Matter. Laat ik er even een tekening bij maken, dat legt misschien iets makkelijker uit. Dit haartje, je ziet hem bijna niet, maar hij heeft een doorsnede van 60 micrometer. Het PM10 deeltje is ongeveer zo groot. En als je nog meer inzoomt, zie je dat het PM2,5 deeltje in verhouding zo groot is. En het ultrafijnstofdeeltje is zoals je ziet dan nog veel kleiner. Visueel plaatje zo, hè? Dat helpt. Maar zulke kleine deeltjes, waarom zijn die nou zo gevaarlijk? Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze in het lichaam kunnen doordringen. En hoe dieper ze in het lichaam doordringen, hoe gevaarlijker het wordt voor je gezondheid. Dat zit zo. De PM10 deeltjes van 10 micrometer, die worden opgevangen door je keel en je neus. De iets kleinere deeltjes van 2,5 micrometer, ja, die komen in je bovenste luchtwegen terecht en die adem je nauwelijks uit. En dan heb je de ultrafijnstof, dat zijn nog kleinere deeltjes en die komen diep in de longen terecht. Van de effecten hiervan weten we nog te weinig, vandaar ook de meetstations in Limburg. Ultrafijnstof komt vrij bij alle verbrandingsprocessen. Dus denk aan het stoken van hout, de uitlaat van je auto, afvalverbranding en het opstijgen en landen van een vliegtuig. En je had het misschien al verwacht, maar wetenschappers zijn niet heel positief over de mogelijke gevolgen voor onze gezondheid. Als je ultrafijnstof inademt, dan kan er een ontsteking in je longen ontstaan. En dat kan weer leiden tot bloedstolsel en een acuut effect op hart- en bloedvaten. De deeltjes kunnen ook terechtkomen in je bloed richting de hersenen en dat kan weer leiden tot Parkinson of Alzheimer. Got it? Oké, goed, dan kunnen we door met het volgende hoofdstuk in dit college. Want hoeveel fijnstof zit er in de Limburgse lucht? Nou, long story short, veel. Veel te veel. De WHO maakt zich hier druk om en heeft daarom bepaald hoeveel fijnstof er maximaal in de lucht mag zweven. Om precies te zijn is dat 5 microgram per kubieke meter per jaar. En je voelt hem misschien al aankomen, in Limburg voldoet geen enkele gemeente hieraan. Om je een idee te geven, op deze kaart van Limburg is alles ingekleurd. Hoe donkerder, hoe vuiler de lucht. De schoonste plek in Limburg is, zoals je ziet, Gulpen-Wittem. En die zit op een waarde van tussen de 5 en de 9,5 microgram. In Nederweert, Venray en in Weert is de luchtkwaliteit wat betreft fijnstof het allerslechtst. Daar is een waarde van meer dan 11 microgram gemeten. Maar nu is de vraag, waar komt die fijnstof vandaan? De belangrijkste bronnen van fijnstof in onze provincie zijn landbouw, industrie en houtstook. En dan moeten we er in Limburg wel rekening mee houden dat we in een grensgebied liggen, dus dat er ook veel fijnstof overwaait van onze buurlanden. Als je alleen kijkt naar de kleinste deeltjes fijnstof, dan is de uitstoot het hoogst in het zuiden. 5,3 miljoen kilogram per jaar. En de bijdrage van de landbouw komt met name van de veehouderijbedrijven in Noord- en Midden-Limburg. Zijn we er nog? Want nu komt het. Ultrafijnstof. Daarvan is bekend dat houtstook de grootste boosdoener is in onze provincie. Dus ja, inderdaad, die open haard, de vuurkorf, je kaarsen en zelfs je stokje wierook.
Onderzoeksinstituut TNO vindt zelfs dat er extra maatregelen nodig zijn vanwege de uitstoot van vooral oude houtkachels. Hey, wat loop je nou te stoken, man? Het is windstil. Al die rook blijft hangen, dat snap je toch wel? Logisch ook, meer uitstoot van kachels en haarden, want er waren vorig jaar aanzienlijk meer mensen die een kachel kochten vanwege de hoge energieprijzen. Het verbranden van hout veroorzaakte in 2020 ruim een kwart van de fijnstof in ons land. Dat is 4 keer zoveel als de fijnstof die vrijkomt door het wegverkeer. En het effect van te veel fijnstof in de Limburgse lucht is niet mals. Een klein overzicht. Bij 1 op de 7 longkankerpatiënten is deze ziekte toe te schrijven aan luchtverontreiniging. En 1 op de 5 kinderen met astma in onze provincie heeft dat door fijnstof. En dat is niet alles. Er zijn 48 kinderen per jaar die hier geboren worden met een te laag geboortegewicht door de fijnstof in de lucht. En als je hier in Limburg woont, sterf je gemiddeld 11 maanden eerder door luchtverontreiniging. Hoogste tijd dus dat we weten waar we mee te maken hebben. Daar zijn die meetstations voor. We hebben er al 12 die de luchtkwaliteit in de gaten houden. Maar daar komen er dus nu 4 bij, speciaal voor ultrafijnstof. In Vaals wordt de schoonste lucht in kaart gebracht. In Nederweert wordt de vervuiling door de veehouderij gemeten. In Beek gaan ze de uitstoot van verkeer en luchtvaart analyseren. En aan de grens bij IJsde wordt straks gemeten wat er precies uit het buitenland bij ons naar binnen waait. In 2024 zijn de meetresultaten bekend. Dan weten we eindelijk meer over deze allerkleinste fijnstofdeeltjes.